De staking van de bondpersoneel in dienst van de NV Luchthavenbeheer BBLB is enkele uren geleden opgeheven. De personeelsleden hebben vanmiddag om 12 uur de werkzaamheden hervat. De bond en directie hebben een principeakkoord bereikt ten aanzien van de aanpassing van het loon van de CAO-medewerkers per 1 april 2016 en ook over de wijze van uitbetaling. Verder is er afgesproken dat de TWK uitbetaald zal worden, weliswaar niet dit jaar, maar in 2017. Bondsvoorzitter Lloyd Reed zegt tegenover onze nieuwsdienst dat het moeizame onderhandelingen zijn geweest en na veel inzet van beide partijen is donderdagavond laat overeenstemming bereikt. Het akkoord werd bereikt ten overstaan van de Raad van Commissarissen. Als gevolg van de acties van de werknemers kwamen de vliegbewegingen op de luchthaven in gevaar met grote risico's voor de continuïteit van het bedrijf. Met behulp van de stedelijke brandweer konden nog enkele vluchten worden uitgevoerd. Maar de grote vliegmaatschappijen, als de SLM, als de KLM, eisten de aanwezigheid van voldoende gespecialiseerd personeel ter garantie van de veiligheid van de passagiers en bemanning om te landen op de luchthaven. De directie had in dit kader een beroep gedaan op de bond om, terwijl de onderhandelingen plaatsvonden, de werkzaamheden te hervatten. De leden gingen hiermee niet akkoord, waardoor de bond op aandringen van de minister van TCT besloot aan de medewerkers van de luchthaven brandweerdispensatie te verlenen. Tot zover de binnenlandse berichten. Na de break zijn wij terug met het buitenlands nieuws. Blijft u afgestemd.